Oké, welkom terug en in deze video ga ik jullie laten zien hoe je ChatGPT teksten kan laten parafraseren of herschrijven. En dat kan heel simpel, want we kunnen het hem gewoon vragen. Ik hoop dat je dat ondertussen door hebt. Nou, we hebben hier dus een samenvatting uit het boek. En wat ik eigenlijk gewoon wil laten zien is van, ik wil dat je deze tekst voor mij herschrijft. Zorg ervoor dat de tekst anders is. Herschrijf zoveel mogelijk zinnen en verwoord ze anders. Zorg ervoor dat de betekenis en context wel intact blijft en dat feiten niet worden verdraaid. Dit is de tekst. En nu pomp ik eigenlijk die hele tekst eronder. En ik hoop eigenlijk dat die te lang is. En kijk, nu zie je ook iets interessants gebeuren. We krijgen ineens Engels antwoord. Dus, wat ga ik doen? Ik ga hem editen en ik ga zeggen, ik wil dat je me antwoord geeft in het Nederlands. Want, nogmaals, als ik niet het gewenste antwoord krijg, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan mijn vraagstelling. Too many requests in 1 hour. Nou ja. Nu zie je dus dat het netwerk te druk is. Ik ben voor deze cursus flink aan het vragen geweest. Er komt, als het goed is, een betaalde versie in de toekomst. Maar op dit moment kunnen we niet verder gaan. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon wachten. Ik zal even één keer refreshen. Oeh. En nu ga ik dit heel even kopiëren. En nu ben ik hier wel kwijt van, ik wil dat je me antwoord geeft in het Nederlands. Zo. Ik probeer het nog één keer. Nou, too many requests. Iets wat ik eventjes snel kan doen. Ik ben even snel naar de playground gegaan. Maar ik wil hem hier eigenlijk in submitten. En iets wat we nu waarschijnlijk gaan ervaren, als de tekst te lang is, is dat we dus eigenlijk een afgeknipt antwoord krijgen of dat we dat hij niet verder gaat. En dat zie je nu eigenlijk gebeuren. Hier zo kan ik de maximum lengte aanpassen naar gewoon letterlijk 4000. Kijk, ik heb nu dus te veel tokens gevraagd. Dus oftewel, hij kan niet lekker het antwoord navragen of het antwoord goed geven. Dus wat we dan doen, en dat kan dus ook gewoon hier, is dat we dus in plaats van die hele tekst er in één keer lui ingooien, is dat we gewoon even weghalen. En gewoon even één. Heel simpel. Zo, sorry hoor. Eén alinea doen. En dat we het gewoon alinea per alinea gaan herschrijven. Nou goed, ik zit hier ook op mijn maximum verbruik. Maar goed, dat is in elk geval wel het antwoord. En wat ik je wil laten zien. Dus is tekst in één keer te groot, te lang of wat dan ook? Kort het gewoon in. Laat hem eerst één alinea herschrijven. Gewoon even denken in oplossingen in plaats van problemen. Bedankt voor het kijken van deze video. En in de volgende video gaan we ChatGPT e-mails voor ons laten beantwoorden.